In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit de zesde reeks uit te werken en in te dienen. In deze oefening zullen we een functie isISBN schrijven waaraan een string moet doorgegeven worden die een ISBN-10-code voorstelt. De functie moet als resultaat een booleaanse waarde teruggeven die aangeeft of dit een geldige ISBN-10-code voorstelt of niet. Een geldige ISBN-code is een string van 10 karakters die een correct controlecijfer heeft en is opgedeeld in 4 groepen van respectievelijk 1, 4, 4 en 1 cijfer, telkens gescheiden door een koppelteken. De eerste 9 karakters moeten cijfers zijn en voor alle andere combinaties van karakters moet de functie false teruggeven. We vertrekken bij het oplossen van dit probleem van de oplossing uit reeks 5. We gaan over naar PyCharm. In deze oplossing wordt het controlecijfer berekend in een functie ISBN, die als parameter een string neemt, en wordt als resultaat van de functie een booleaanse waarde teruggegeven, die aangeeft of het argument al dan niet een string is die een geldige ISBN-10-code voorstelt. Hoe zullen we deze code nu gebruiken bij het oplossen van ons nieuw probleem? We bekijken even opnieuw het probleem in Dodona. Een correcte ISBN-10-code moet voldoen aan een viertal voorwaarden. Het argument moet een string zijn. Het moet bestaan uit 10 karakters, die verdeeld zijn in 4 groepen van respectievelijk 1, 4, 4 en 1 element. De eerste 9 karakters moeten cijfers zijn en het controlecijfer moet correct zijn. Het berekenen en checken van het controlecijfer is reeds gebeurd in die functie isISBN van reeks 5. We plaatsen deze berekening en controle nu in een aparte functie controlecijfer, die enkel het controlecijfer controleert en teruggeeft. Dus hier zien we de berekening van het controlecijfer en hier wordt dit controlecijfer gecheckt en het resultaat als een string teruggegeven. De functie isISBN zal nu alle voorwaarden testen. We voegen in de editor van PyCharm eerst de commentaarlijnen toe. We checken dus eerst of de opgegeven code of het argument een string is. Daarna controleren we of de koppeltekens op de juiste plaats staan en elke groep het juiste aantal cijfers bevat. Daarna verwijderen we de koppeltekens uit de gegeven code. En we controleren of alle karakters behalve de laatste een cijfer zijn. En als laatste checken we het controlecijfer en geven het resultaat hiervan terug. We vullen nu de code aan. Om te checken of het argument een string is, kunnen we, zoals in de vorige oefening, de functie isInstance gebruiken. Is het argument geen string, dan geeft de functie false terug. Om te checken of de koppeltekens op de juiste plaats staan, gebruiken we de stringmethode split, met als scheidingsteken een koppelteken. Deze methode geeft een lijst van strings terug. Indien deze lijst nu 4 elementen bevat met respectievelijke lengte 1, 4, 4 en 1, kan overgegaan worden tot de volgende test. Indien dit niet het geval is, geeft de functie de waarde false terug. Het checken van de lengtes van de opeenvolgende strings in de lijst kan gebeuren op verschillende manieren. Wij nemen hier de lengte van elke string en maken van deze reeks lengtes een tuple. Indien deze tuple verschillend is van de tuple 1441, betreft het een foutieve ISBN-code en geeft de functie false terug. Is deze test geslaagd, dan verwijderen we de koppeltekens uit de code. Het omzetten van een lijst naar een string kan gebeuren met de stringmethode join. In dit geval worden de verschillende delen van de lijst bij elkaar gevoegd zonder koppelteken of spatie en ze geven een nieuwe string terug. Code is nu een string zonder koppeltekens en ze bevat 10 tekens. De volgende controle gaat na of alle karakters behalve het laatste cijfers zijn.
Hiervoor gebruiken we opnieuw de stringmethode isDigit. Als deze voorwaarde faalt, geeft de functie false terug. Nu volgt nog enkel de check van het controlecijfer. Aangezien de uitwerking hiervan al in een aparte functie controlecijfer staat, volstaat het deze functie op te roepen en het resultaat te vergelijken met het laatste karakter van de code en dit te retourneren. Graag wil ik hier nog opmerken dat de code voor het berekenen van het controlecijfer in de functie controlecijfer een stuk korter kan genoteerd worden door gebruik te maken van list comprehension. We kunnen namelijk de huidige code vervangen door deze en op die manier wordt het berekenen van een controlecijfer gereduceerd tot één regelcode. Om onze code uit te testen in PyCharm kunnen we gebruik maken van een doctest. We kopiëren de voorbeelden uit Dodona. De doctest komt tussen drie aanhalingstekens. En we voegen onderaan de code toe die ervoor zorgt dat de doctest uitgevoerd wordt. We bewaren het geheel en we voeren de test uit. We kiezen Run Doctest ISBN. En uitvoeren van deze code met inbegrip van de doctest geeft geen fouten. We beslissen onze code in te dienen op Dodona. En ook hier krijgen we een correct resultaat. In deze video hebben we bekeken hoe we met behulp van lijsten, tuples, strings en functies kunnen nagaan of een ISBN 10-code met een bepaalde vorm wel degelijk overeenkomt met een correcte code.